Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlogs geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Goedemorgen allemaal. Het is alweer de laatste dag van CD Mannheim. En ik rij vandaag de U25 Grand Prix. We zijn onderweg naar de stallen. En ik moet even mijn bandje laten zien. En ik moet al best vroeg starten. Als derde. 11:15. Daarna gaan we inpakken. En dan gaan we naar huis. Dan zijn we rond 7:30 thuis, denk ik. Dus dat valt wel mee. Gisteravond zijn de stallen helemaal afgeschermd, want hier ligt een vliegveld in de buurt en ze hoorden dat er storm op komst was en anders gingen alle tenten de lucht in, dus alles is helemaal dichtgemaakt. Maar het viel volgens mij uiteindelijk wel mee. En volgens mij leven de paarden nog. Koen, die zit daar al, zie ik. En dan ga ik vlechten. Ik ben op dit moment aan het invlechten. Matje staat lekker te eten. Lieve Mats. Hij is kei rustig, dus ook niet te rustig. Enig springen. Dus En we zijn hier lekker relaxed. En ja. Afwachten maar weer. We zijn nu in de losrijbaan. Jero is als eerste. Nu hier aan het losrijden, want er is voor de rest nog helemaal niemand. Ja, hierachter zijn ze aan het trainen. Maar voor de rest is Jill wel de eerste van de U25 die nu aan het losrijden is. Carla is aan het helpen. En Jill moet als derde starten om precies te zijn om 11:18. En ja, dan hangt er eigenlijk niet zo heel veel af van deze wedstrijd. Het is meer om te oefenen eigenlijk. Echt outdoor. Om straks optimaal te kunnen presteren op de eerste observatie in Odense. Over nou 1,5 week. Dus ja, daar is eigenlijk dit wel een hele mooie wedstrijd voor. Met de grote hal hierachter. Enige nadeel is wel dat de kuur op muziek tegelijk verreden wordt met die 25. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon. Wordt hier gewoon goed gereden. Dus zonnetje schijnt, waait alleen een beetje. Maar goed, we hebben er wel zin in.
passage. Zo, dat ik moest poepen, zag je dat? We zijn nu onderweg naar de baan, prijs het Rijk in rijden. Unternehmen zu Köpung aus Heidelberg, die Siegerehrung der Prüfung Nummer 5. International ausgeschriebener Grand Prix für Reiterinnen und Reiter unter 5. Unsere Siegerin Daniel Hoppers. Salami gegeben. Salami? Er hat Salami? Ah, superleuk. 71,279%. Maar ik sta altijd te janken als ik het volkslied hoor. Dat is zo raar. Altijd. Ah. Utah met Daniel Alpas, Nederlanden. Prijsuitreiking zit erop. We zijn met z'n allen hier aan het afruimen. De stal is ook alweer een stuk kaler dan eerst. En dan gaan we straks weer naar Holland. Richting halve zin. Zo. En zijn we er alweer klaar mee? Daar waren we gisteren al. We staan dus echt op. Kei lang in de file, een uur, echt een ziek uur hebben we stilgestaan net. Het is 28 graden achterin en dit is de boosdoener. Ligt dus gewoon een fucking auto hier op zijn rug.
Oh mijn god. En alle tassen en spullen. Nou, dat was het dan. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. En... eindelijk. Jari is er ook. En Bibi. Die ligt alweer lekker te slapen. Dus wij gaan ook even nog chillen en dan slapen, want we zijn echt kapot. Of ik ben echt kapot en mama denk ik ook. Dus, en nog even Blacklist kijken, want dat heb ik al even gemist. En mijn hoofd glimt. Wow, dit glimt. Oké, bedankt voor het kijken naar mijn vlogs van CD Mannheim. Over anderhalf week vertrekken we alweer naar Odense. Dus daar wordt ook een verslag van gemaakt. En ook dat kun je terugzien op mijn kanaal. Dus hou het kanaal in de gaten en volg mij weer in CD Odense. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.